Hallo de beste kijkers van Mr. Microchip. Vandaag wil ik al even, heb ik een nieuwe episode van Vermeer Games jullie. Vandaag speel ik op de map Channel Robel 15. En ik weet dat ze was echt zo... Oeh, lakalele. Dat deed fijn. Maar ja, dat maakt uit. Ik ga gewoon mijn route. Oeh, daar hing ik bijna vast. En we pakken deze chest even. Oké. Oh, mijn boeken. Oh, wat? Je vechting, je wilt vechten, je wilt vechten, je wilt vechten. Kom dan, kom dan. Kom dan. Kom met je, bruh. Oh, sorry. Daar liet ik me even gaan. En we pakken gewoon even deze chest verder. Oké, dat was niet slim. Oké, fuck it. Oké, kut. Oké, gaat hij achter me aan? Oké, we gaan gewoon... Ah. Oké, GG. Oh, have a heart warrior! Dear God! Oh my God! Oh my God! Dat was zo lucky! Ik ga de eerste 10 minuten even rechannen. Ik heb nog geen eten over, maar oh my fucking God! Zagen jullie dat? Oh mijn god, ik heb nu al voor als ik in het vuur val, hè, dan ga ik gewoon dood. Oké. Ontspan, Tyler, ontspan. Hopelijk komt er niemand. Oh mijn god. Nou ja, even wel bij het blijven hebben. Nou, ik ga in deze aflevering ga ik gewoon praten over de toekomst en mijn kanaal en die shit. Die, ja, nog saai, maar dat maakt uit. Maar ja, als eerste, ik ga even beginnen. Ik maak graphics voor mensen. Oftewel, wat zijn graphics? Nou, dat zijn dus banners. En... Kan ik daarin? Nee. Kan ik hierin? Nou ja, dat zijn dus banners en avatars en al die shit, noem maar op. En, nou, ik ga alleen geen intro's en outro's maken. Misschien later nog outro's, maar intro's, dat is out of order. Maar ja, ik maak dus banners en afbeeldingen en wat nog meer? Thumbnails maak ik ook. En dat maakt weer het programma dat heet GIMP. En ja, alleen mijn avatar en mijn banner die ik op het moment gebruik, die zijn niet van mij. Die zijn van iemand anders. Nou, die zijn van mij, maar die heeft iemand anders gemaakt. Dus dat is wel cool, want ze zijn best wel cool. Maar ja, ik maak ook wel best goede dingen hoor. Hoor. En ja, als je nou er eentje wil, dan moet je hem gewoon even toevoegen op Skype. Oh my god, zie je die. Of gewoon even de comments en dan kan ik hem misschien ook wel helpen. Maar uiteindelijk moet je hem wel toevoegen op Skype. Skype is heel goed vertrouwd het programma. Kan je gewoon even downloaden. Oh, daar is een chest. Dan moet ik even pakken. En ja, voor de rest... Oh, ik heb een helm. Maar voor de rest ga ik ook bijna... Oh, nou wacht, ik vertel het een keer. Bijna heb ik de 100 abonnees. En dat is echt een reuze mijlpaal. 100 abonnees. Je ziet het voor je. Oké, zie het zo voor je. Ik ga even een voorbeeld. Tylersvoorbeeld.nl. Oké, dat bestaat volgens mij niet deze. Oké, zie het voor je. Je hebt een klas van 30 kinderen. En dan doe je dat keer 3 plus 1 derde. Oké, Tyler. Wiskunde met Tyler, maar dat is echt zo fucking veel. De meeste Nederlandse YouTubers hebben maar ongeveer 10 of zo. Of weet ik niet, maar ik heb er gewoon zoveel. Kut, ik wil die broek niet. Ik ga even te ver gooien. Maar het is zo veel voor een kleine YouTube zoals mij. En ik doe dit allemaal in mijn eentje. Ik vind het echt zo cool. Hopelijk pakt niemand dit trouwens, want het is best goed loot. Maar ja, dus zo chill. 100 abonnees. En daarom heb ik ook een verrassing. Want natuurlijk, ik ga niet zomaar 100 abonnees hebben. En niks doen. Mijn verrassing is aan jullie, is ik ga een Minecraft parody maken. Ik weet niet zeker of ik dat in een andere video heb gezegd. Zullen jullie wel merken, want you never know. Maar ik ga dus een Minecraft parody maken en ik zeg één ding. Het gaat over het liedje. Do you wanna build a snowman? Hell yeah. En daar was iemand. Wacht, kan ik? Zal ik een aansteken? Nee, ik ga geen aansteken maken. Die kan ik wel killen, denk ik. Ja, dat kan ik wel. Hopelijk kan ik hem eraf tikken. Is
ziet hij me. Oh shit, ik sloeg mezelf. Lol. Oh, telefoon. Telefoon, pap. Sorry daarvoor. Je moet gewoon even mee leven. En ga die grap eraf zitten. Oh. Gaat me lukken. Oh god, lol. What the... Oké, hacker. Hij kreeg volgens mij ook geen damage. What the fuck? Hij viel gewoon naar beneden en ging niet dood. Oh god, is daar iemand? Ja, er zijn twee grapjes achter elkaar. Sorry voor mijn achtergrond. Moest je niet op letten. En wij gaan gewoon hier even naar beneden. Hopelijk is hij hier niet en wacht hij ons op. Oh ja, hij wacht dus niet op. Dat is wel fijn. En we gaan deze grapjes even achterna. Oh, ze vechten, ja. Oh, dat veel. Oh my god, jongen. Oh god. Oké, I'm out of here. GG. Jammer, man. Oké, heb ik een boog? Ja. Oh, ik heb ook een iron sword. Oh fuck. Wacht, waarom ren ik eigenlijk? Ik kan hem toch aan. Oh shit, waar is hij? Damn it, ach ja. Oh wacht, kut, is hij niet achter me? Nee. Oké, alles is oké. Een beetje oké, maar dat is oké. Nee, grapje, daar, je bent zo grappig. En we hebben full iron armor. Ik maak even een flint en steel. Hopelijk word ik niet gekilled. Nee. Heb ik een golden apple eigenlijk? Nee. Oké, we gaan deze schap ook even killen. Shit. Hit het veld. Dat is kut, manneke. Oké. Kom op. Ga dood, jongen. Oké, wacht. Ik laat hem even uitvechten terwijl ik even regen. Oké. Ik wil wel team met ze. Alleen dat ik denk dat ik ga verliezen eigenlijk. Kom op, man. Ga teamen dan. Jezus. Craft even wat. Oh fuck me. Oké, dat is een team. Zo, lekker veel aanstekers. Lol, ik had gewoon veel aanstekers. Oké, wat vier kareltjes. Kareltjes. En... Oké, we gaan een beetje... Ik kan het ook afwachten. Dan win ik uiteindelijk toch. Maar ja, denk ik. Of ik laat hun gewoon even vechten. That's possible too. Sorry dat ik zo stil ben, ik concentreer me een beetje. Ik heb hier een frikandel hotdog voor me liggen. Maar ik ben gewoon heel erg in om iets te eten. Dus... Oh god. Maar is oké, Tyler. Nou, dat komt omdat ik nerveus ben. Ik heb 6 arrows. Ah, nee. Ah, god. Ja, ik wist het. Fuck. Yo, kijkers, daar ben ik er. Sorry voor deze einde. Maar ja, ik had even geen einde bij die andere video. Omdat ik een beetje rage en shit. Je weet hoe dat gaat. Verrader door team. Ja, verrader iemand. Dat is nog kut. Want ik ging best wel goed. Maar ja, ik ben te lui om nog een keer op te nemen. Want ik neem best wel vaak op. Voor deze episode technisch gezien.
En dus ja, daarom deze einde nu. Maar dit is het einde van deze video. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat een like achter. Subscribe. Deel deze video met je vrienden. En dan zie ik jullie in de volgende episode. Peace.